ligt zo volkomen open. Kijk, als de hele leiding vertrekt natuurlijk, dat is op zichzelf al wel... Nou, dat Jette natuurlijk Kaag gaat opvolgen, trouwens ook Kaag, dat is toch tragisch dat zij ermee stopt. We zijn ook in sommige opzichten wel een ontzettend klote land geworden. Echt een miserabel, scheldend, met geweld dreigend klote land. Een land met fakkeldragers. Kunnen we ook niet een speciale fakkeldragersdag organiseren waarbij heel rechts Nederland, niet waar, gratis een dag limonade krijgt op het Binnenhof en dan mogen ze allemaal 15 keer om de Ridderzaal met die fakkels lopen. Wat een eikels. Wat een treurig groepje. Je ziet dat groepje nog staan. Daar was het ergens in de binnenlanden van Overijssel. Ja, ik verwacht daar ook niet veel meer van. Maar goed, het is treurig. Ja. Ja, dat werd ook gisteren natuurlijk gezegd, hè? Dat Kaag, die geeft als reden heel duidelijk aan van mijn gezin. Hij heeft zo een beetje gelijk in, toch? Dochters die zich zorgen maken, die man ik die... Ik begrijp ook dat de kinderen van Hugo de Jonge hadden gezegd, kun je niet meer ophouden. Die gaat ook niet door. Hè? Lekker in de luw te werken. Vaak voor twee keer zoveel geld. Dus why not? En Kaag wil natuurlijk dolgraag weer terug naar het buitenland. Hè? Dan heb je dat niet. Hoor je niet voortdurend... Het is eigenlijk vrij treurig allemaal. Ik kan niet anders zeggen. Je ziet toch ook in Nederland, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau, valt het wel mee met polarisatie. Maar polarisatie is een zichzelf versterkend effect. Dus je moet enorm oppassen dat dat niet toch gaat gebeuren. Ook in een land als Nederland, wat van nature niet erg gepolariseerd is. Ja. En daar moeten we toch zeggen dat ultra-rechts daarbij wel een hele onaangename rol heeft gespeeld in de afgelopen 20 jaar. Zij koppelde het ook nog aan het vrouw zijn. Hè? Ze zegt, omdat ik een vrouw ben... Ja, misogynie is natuurlijk de rechterzijde de normaalste zaak van de wereld. Maar ja, goed, dat hoef je maar in de familiekring naar oudere mannen te luisteren. Dan weet je wel eens een beetje hoe de wind waait op dat punt. Ja. Want je weet toch dat vrouwen gewoon veel dommer zijn dan mannen. Hè? Ja, vrouwen kunnen geen kaart lezen. Vrouwen kunnen niet rijden. Dat is toch algemeen bekend. Dat is toch niks nieuws. Ze doen tegenwoordig net als ze het wel kunnen, maar dat is allemaal flauwekul. De wereld moet gewoon door mannen bestuurd worden. Zo is het. Ja. Nieuwsuur had even op een rijtje gezet wat er voor berichten waren gekomen op Twitter op het afscheid van Kaag. En volgens mij meer dan de helft was schelden, geklaag, bedreigingen weer. En ook dus refereren aan het feit dat ze vrouw is. Ja. Heks bijvoorbeeld, hè? Daar zeiden ze van, daar zit heel veel... Hij heeft ook Wilders zich schuldig aan gemaakt. Ja, die heeft ook al meegedaan. Hey. Die dus zei, bedreigingen zijn nooit een reden om te stoppen, reageerde die op het vertrek van Kaag. Ja, hij heeft geen kinderen, zei hij wel. Dat is een belangrijk verschil. Ja, goed. Ja, ultra-rechts Nederland is te treuren voor woorden. Wat moet je er verder van zeggen? Ja. En wat toch jammer van Kaag, dat ze sinds 2 jaar volgens mij nu, hè? Dat ze dus in Den Haag rondloopt, was toch niet echt een gelukkig huwelijk, toch? Nee, ik begreep, ik heb het stuk nog niet gelezen, maar boven het stuk in de kwaliteitskrant stond dat ze schoon genoeg had natuurlijk van wat we nu net besproken hebben, de bedreigingen en al die scheldpartijen, maar ook wel van de Haagse opwinding over niks. Daar kan ik goed in komen. Sowieso is Nederland in allerlei opzichten ook media gestuurd en media gestuurde opwinding is eigenlijk altijd opwinding over niks. We hebben het gehad over de mediacourant, het absolute totale dieptepunt op dit terrein. Maar het geldt ook voor een groot deel van de andere media. Opwinning over niks. 0,0. Vooral natuurlijk omdat we ook een landje zijn waar het er toch niks toe doet of ons opwinden over niks. Ja, ik zou haast een supporter worden van verdere ingrijpen en snelle federalisering. Dat je ook een beetje van die dorpse sfeer van Nederland afkomt. Hè? En natuurlijk, dat is het gekke. We zijn een enorm exportgericht land. We zijn technologisch, lopen we mee in de voorhoede. En onze media reflecteren eigenlijk een soort dorpsleven. Hè? Ja, die fakkeldragersclub, zal ik maar zeggen. Zou die ook een vereniging hebben van fakkeldragers? Dat je ook voorzitter fakkeldrager bent. En
heet het, secretaris, fakkeldrager, penningmeester van de fakkeldragers. En zou dat duur zijn, zo'n fakkel, denk je? Kijk, kun je die kopen, eigenlijk? Zijn er fakkelwinkels? Denk wel, ja. En, ja? Ja, ik denk ook dat je ze op Marktplaats tweedehands nog kunt krijgen. Tweedehands fakkels, die hebben al een tijdje gebrand. En nu gaat Kaag weg. En nu komen ze in de tweedehands handel. Ja, oh, sorry, daar mogen we daar natuurlijk niet over lachen. Maar, ja, ook die klunzigheid van dat groepje. Dat was die trage, rondebiele uitstraling. Nou ja, het is... Ja, dan het heeft toch Kaag mededoen besluit om te stoppen. Zeker, helaas. Het is treurig genoeg allemaal. Ja. Nou ja, dat hebben we al geconstateerd. Het is heel treurig allemaal. Ja, maar die hele club, nou, Rutte dus, Kaag, Hoekstra, je noemde De Jonge al. Ja. Schout heeft nu ook gezegd, ik ga niet door. Die hele club, die stopt. Ja. Dus dat zegt toch wel ook iets over hoe ze dat ervaren, hoe dat gegaan is. Ze zijn er helemaal klaar mee, lijkt wel. Ik zou zeggen, daar het volgt toch wel een hele reeks van conclusies. Naar mijn idee dat ze er allemaal nogal genoeg van hadden. Je hebt de indruk dat de enige die er niet echt genoeg van had, was eigenlijk Rutte. Maar goed, die is kennelijk van, hebben ze met zo'n mestvork in zijn rug geprikt. Van joh, Rutte, het wordt tijd, zoiets dergelijks. De sfeer is kennelijk niet goed. Het is niet leuk of gezellig. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het is een breder verschijnsel als er... Je hebt de indruk dat een heleboel luidertje... Godzijdank, we hebben een goed excuus om er vanaf te komen. Ja. Het is helemaal niet leuk. Je wordt eindeloos uitgescholden, je doet het nooit goed. Ja, Nederland heeft natuurlijk ook lastige kiezers. Elke 5 jaar een andere... ik wou gaan zeggen half rare, maar dat moet ik natuurlijk beter niet zeggen. Elke 5 jaar weer een andere iemand die het land gaat redden. Meestal volstrekte single issue personen. Nu dus weer. En we zullen het zien. Maar ik vind dat de VVD toch zich zou moeten schamen over de crisis die ze veroorzaakt hebben. Ik zie ook niet wat ze uiteindelijk op lange termijn zullen winnen. Zelf ontkennen ze het, hè. Ze waren ook heel fel in het debat. Rutte tegen Paternotte, die ook vroeg van ja, waarom was dit nou nodig? Hadden we nou geen oplossing kunnen natuurlijk bedenken? Natuurlijk waren ze fel in het debat. Had jij gedacht dat ze zouden zeggen, ja jongens, sorry... En dan moet je niet zo boos zijn, maar je begrijpt toch ook wel waarom we dat gedaan hebben. Ja, we hopen dat we over rechts, dat we iets meer kunnen realiseren. En meneer Paternotte, u begrijpt toch ook wel dat die agenda van D66 ons absoluut niet beviel. Hè? Laat staan met een ijverige minister erbij. Ja, ja. Dus er zou ook nog wel in kunnen zitten dat de VVD dacht van, oh, wat Rutte misschien al die jaren bij andere partijen heeft gedaan, namelijk vermorzeld, dat is D66 nu met ons aan het doen. Dus laten we het nu maar over goed punt struikelen, dan kunnen we de boel nog redden. D66 staat er natuurlijk wel een hoop slecht voor in de peilingen. Dus dit is natuurlijk een ideale manier om met de D66 af te rekenen. Ja. Kijk, de anderen, de ChristenUnie is een hele stabiele partij. In feite met hele andere prioriteiten. Die zouden nog die eens kunnen winnen. Die overigens niet vol enthousiasme in dat kabinet zijn gestapt, maar met grote aarzeling in het kabinet zijn gestapt. En verantwoordelijkheidsgevoel, zeiden ze. Ja, en het CDA is natuurlijk de Titanic die nog zo halverwege boven de zeespiegel uit. Weet je wel, dat bekende plaatje. Ja, ja. De lichten brandden nog. De blaaskapel speelde nog, maar de zaak was verloren. Dat is het CDA. Ja, dat is het CDA ten voeten uit, ja. Misschien dat er ook over 100 jaar dat ze dan van die duikbootjes gaan maken om het CDA op te sporen op de bodem van de oceaan. Waar je dan mee kunt als toerist en dan zelf om het leven komt. Ja, dat is precies. Die duikbootjes zullen dan bemand worden door historici. Die gaan kijken hoe de CDA er 3000 meter dieper bij ligt. Ja, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat de VVD dacht van... Hey, als wij nu niet op migratie een stevige vuist maken... beschadigt dat onze partij zo erg bij volgende verkiezingen. We moeten nu wat doen. We moeten nu misschien ingrijpen. Ja, dat zou kunnen. Maar dan moet je wel een alternatief hebben natuurlijk. Ja. Je moet wel weten dat je niet met deze coalitie door wil. Nee. Het heeft ook weinig zin om deze coalitie op te blazen... en dan te zeggen, nou ja, D66 is een stuk kleiner te horen. Dan hebben we minder last. Weet je wat, we gaan gewoon met deze coalitie door. Want dan heb je sowieso, ik bedoel... heb je sowieso toch nog een extra partij nodig. Ja, ja.